PrEP zijn pillen die je kunt slikken om een infectie met HIV te voorkomen. Heb je regelmatig seks met één of meerdere sekspartners die onbehandelde HIV zouden kunnen hebben? Dan is het veiligst om elke dag één PrEP-pil te slikken. Doe dit elke dag op hetzelfde tijdstip. Als je de PrEP elke dag steeds op tijd slikt, dan is de kans dat je besmet wordt met HIV heel klein. Neem je de PrEP niet steeds op tijd in, dan is de beschermende werking veel minder. Gebruik altijd ook een condoom, want PrEP beschermt alleen tegen HIV en tegen geen enkele andere SOA. Is de kans klein dat je seks hebt met iemand die onbehandelde HIV zou kunnen hebben? Dan kan je ervoor kiezen om niet dagelijks PrEP te nemen, maar alleen als je verwacht dat je risicoseks gaat hebben. Hoe gaat dat? Je neemt dan 2 PrEP-tabletten tegelijk, tussen de 24 en 2 uur voordat je seks hebt. Neem 24 uur nadat je de eerste 2 PrEP-tabletten slikte nog een tablet en 24 uur daarna nog eens. Heb je hierna nog een aantal keer seks met één of meer sekspartners die mogelijk onbehandelde HIV hebben? Blijf dan elke 24 uur PrEP nemen en slik nog 2 keer 24 uur door na je laatste risicocontact. Voordat je met PrEP kunt beginnen, bespreek je met een arts hoe groot jouw risico is om HIV te krijgen. Daarna wordt je lichamelijk onderzocht en worden je bloed en urine nagekeken. Verder kan er een uitstrijkje gemaakt worden van je keel en van je anus. Begin je met PrEP, dan kom je na een maand op controle om te kijken of je tegen de medicijnen kunt en of PrEP bij je past. Besluit je dan door te gaan met PrEP? Dan kom je elke 3 maanden bij de arts voor een gesprek en onderzoek.